Jesse Klaver is overigens de winnaar geworden onder de scholieren. Zojuist was onder leiding van Rob Tripp het traditionele slotdebat bij de NOS tussen de lijsttrekkers. En ze zijn nu onderweg van Den Haag naar Amsterdam om hier één voor één aan te schrijven. We zagen de premier net al binnenkomen. Vandaar dat we eerst nabeschouwen met onze vaste politiek commentatoren. Ik gooi het even in de groep, maar ik kijk eerst even naar jou, Sander. Wat voor debat was het? Nou, ik heb heel erg genoten. Het was een heel mooi debat waarin de lijsttrekkers eigenlijk allemaal op de toppen van hun kunnen hebben gepresteerd. Eén op één, wat we deze campagne nog heel weinig hebben gezien. De partijen hadden zelf stellingen aangedragen en daardoor kon eigenlijk ook iedereen zijn eigen punt heel goed naar voren brengen. Ja. Had jij dat gevoel ook, Joost? Ja, ik werd helemaal blij van dit debat. Dat je denkt, dat hadden we eerder moeten hebben. Het was ook goed georganiseerd door de NOS. Tuurlijk, ik wou net zeggen, zitten met twee NOS-jongens hier. Nee, maar het was echt een verhaal. Mag ook wel eens kijken. Het was echt... Er zat rust in, maar er zat ook strijd in. En voor mij had het wel eerder mogen gebeuren. Ik miste wel. En ik was zelf bij de loting. Dus een debat tussen Rutte en Buma. Hebben we deze hele campagne niet gezien. En Buma is iemand die zich presenteert als een uitdager van de zittende premier. Ja, dat heb ik met de loting... Die was natuurlijk compleet doorgestoken kaart. Maar dat heb ik niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat heb ik wel gemist, deze campagne. Ook omdat het niet kwam opdagen zelf. Ja, we hebben echt een mooi één op eentje tussen die twee. Wij zaten naast elkaar en wij zagen allebei voor het eerst eigenlijk... dat Lodewijk Asscher ook meedeed. Ik vond dat die twee buitengewoon sterk moment had. Eerst werd hij wel bijna knock-out geslagen door Wilders, moeten we erbij zeggen. Dus Wilders deelde een enorme tik uit in het begin. En daarna kwam Asscher voor het eerst dat je zag van... bezieling, ik wil winnen. Beetje te laat misschien. Dat was echt een debat op het scherpst van de snede. Ja. Hè, waar ook Wilders eigenlijk Asscher aanviel op het zijn van de PvdA. Mm. De PvdA die er is voor de gewone man. Waar hij van zei, daar ben je niet meer voor. En als morgen die peilingen echt uitkomen voor de PvdA... is dat misschien wel de conclusie. Uiteindelijk kon Asscher nog wel goed terugslaan. Met die stelling legde hij eigenlijk ook wel de bal op de stip voor Wilders... om dat punt te maken van de Achilleshiel van de PvdA. Is van ja, jullie hebben altijd het verhaal van Wilders... de komst van buitenlanders toegejuicht. Maar dat is ten koste gegaan van de verzorgingsstaat. Laten we even kijken. We hebben namelijk twee. Twee van Asscher. Eerst even naar Asscher, die op een gegeven moment tegenover Emiel Roemer staat. En daar Roemer het verwijt maakt dat hij aan de zijkant staat. Het land was in crisis. We gaven 65 miljoen euro meer uit per dag dan er binnenkwam. En de werkloosheid steeg. En het Buma-Wilders-Rutte-gedrocht was ingeploft. En ja, toen stonden we er. En in die tijd hebben wij geniveleerd. Het meest sinds Joop den Uyl. En in die tijd hebben we de uitkeringen niet verlaagd. En in die tijd hebben we de AOW beschermd. En in die tijd hebben we de topinkomens aangepakt. En in die tijd hebben we het jeugdloon verhoogd. En in die tijd, al die keren, stond u aan de zijlijn commentaar te geven. En ik nodig u één keer uit... om niet alleen te zeggen wat u allemaal wil, maar samenwerken te zoeken. Want zo breng je een land verder. Als je aan de zijkant blijft staan, u bent een soort Johan Derksen. Soms grappig, vaak mopperig, maar altijd vanaf de tribune. En ik sta in dat veld en kom er nou eens een keer bij, dan bereiken we samen veel meer dan als we alleen maar kritiek op elkaar hebben. Wat ik niet begrijp, want hij is hier getergd. Zo voelt het in ieder geval. Ja. En daar komt emotie, er komt stemverheffing bij, er komt overtuiging, vuur en passie. Waarom heeft het zo lang geduurd? Moet er wandelen. Dat zou het kunnen zijn. Dat hij eindelijk... Ja, hij voelt natuurlijk de kritiek. Hij moet nu komen. Ik vond het is goed ingestudeerd, maar het kwam net meer dan gecontroleerd. Het was net even geen bestuurder meer, bijna een oppositieleider. En het kwam natuurlijk... Hij is er, dacht ik, al. Hij is er ook al, ja. Dus we gaan het hem straks gewoon vragen. Ja. Dat het kwam natuurlijk ook een beetje laat bij Asscher, omdat de PvdA deze campagne wel een inschattingsfout heeft gemaakt. En die leiderschapsstrijd veel te laat heeft gepland. Rutte was al bezig met zijn campagne eind vorige zomer, met zijn sorry, et cetera. Asscher die is pas sinds eind december PvdA-leider. Moest toen nog helemaal in de wedstrijd komen. Ja, en die wedstrijd heeft ook niet geholpen tegen Samson. Jongens, jullie weten hoe dit debat tot stand is gekomen. Je moet op een gegeven moment een stelling inbrengen. Hè? Ja. En de stelling van Asscher was de spreuk, de slogan van Denk. Daar had hij. Ja. En dat had Asscher geloof ik niet door. Maar Geert Wilders wel. Ik zou u willen vragen, gaat het goed met u? Zeer, dank u wel. Ja, dan komt hier met een stelling die het verkiezingsprogramma slogan is van de heer Kuzu, die hier vanavond niet aanwezig is. Dus mag ik vragen, praat u namens de restanten van de Partij van de Arbeid of namens Kuzu? En u heeft zich vergist, meneer Asscher. Het is geen tuig, het is uw tuig. U heeft ze binnengelaten, u heeft ze opgevoed, u heeft ze toegestaan dat ze met eigen identiteit opgroeiden, die Turken en Asscher-Turken. Zo is het genoeg. Ja. Is het mogelijk dat Lodewijk Asscher niet wist dat dit een leus was uit het campagneprogramma van Denk?
Dat zou zomaar kunnen. Want ja. Ik zie, uit mijn ooghoek zie ik hem hangen. Nederland is van ons allemaal. Het was mij ook nog niet zo opgevallen, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk zijn er toch 10, 12 woorden die iedereen gebruikt. Ja. De PVV zegt Nederland weer van ons. En allemaal en vrijheid en noem maar op. Ja, op het maar moment dat een andere partij het claimt. Ja. Hij past misschien wel beter bij de PvdA dan bij Denk op dit moment. Zie je hier een patroon in het debat. Iedereen die een stelling poneert, verliest vervolgens het debat. Dus als je mag aanvallen, ben je steeds in de defensie. Dat is het hele probleem geweest met het debat. Even naar hoe Wilders het deed. Was hij goed, Dolf? Nou, het is voor mij heel lastig om te zeggen dat Wilders goed was. Hij kan gewoon dingen beweren waarvan heel veel mensen denken... ja, het is goed dat het gezegd wordt. Hij kan beweren dat de Partij van de Arbeid... honderdduizenden mensen hier naartoe heeft gehaald... en allemaal naar binnen wilde halen. En veel mensen denken dan, ja, zo is het. En was hij effectief in zijn manier van debatteren? Hij is uitermate effectief in zijn manier van debatteren. Hij heeft over het algemeen, denk ik, geen gelijk, maar hij is zeer effectief. Ik vond hem juist heel erg goed tegen Gert-Jan Segers. Want bij Arsje... Het slotdebat. Ja. Bij Arsje zie je, dat heeft hij ook als hij met Rutte... Dan wordt hij heel fel. Dan gaat hij gewoon gelijk door naar de zesde versnelling. Maar met Gert-Jan Segers, die geen concurrent van hem is... iemand die hij respecteert... ging hij in de derde versnelling uitleggen wat hij tegen de islam heeft. En eigenlijk, dat filmpje kan je aan iedereen laten zien... wat heeft Geert Wilders tegen de islam. Daar legt hij het keurig netjes uit. En rustige bewoordingen. En dat deed hij heel erg goed. Maar hadden jullie het idee dat Gert-Jan Segers het heel erg met hem oneens was? Nee, dat niet. Maar ik vond Segers wel een unieke positie in het debat innemen. A, heeft hij ontzettend veel aandacht gekregen voor zo'n kleine partij. Hij staat op een enorm podium. En hij is de eerste in een verkiezingscampagne die een compliment geeft. Die Rutte uitgebreid gaat bedanken voor zijn leiderschap. Ja. Verbaasde mij. Slimme zet. Er gebeurde wel meerdere keren. Hè, dat sympathiek een paar keer even. Al gezocht werd naar, overmorgen. Naar overeenkomsten. Werd al een paar keer gedaan. Bijvoorbeeld Buma en Pechtold hadden dat ook al een paar keer. Ja. En dankzij hem is de klimaatverandering voor het eerst echt een onderwerp geweest. Het is de afgelopen weken, ik had het hier laatst over navelstaren... in de zin van kleine onderwerpen over Nederland. Belangrijke dingen binnen Nederland. Maar het ging nooit over de grote wereldproblematiek. Mm-hmm. En klimaatverandering en vluchtelingenstromen en dat soort dingen hangen samen. En dankzij Segers kwam het aan de orde. En jij zegt, Xander, het moment tussen Pechtold en Buma... dat was juist ongelooflijk ongemakkelijk. Ik vond, daar zaten we hele ongemakkelijke momenten. Ja. Heb je het lachje van Buma? Dat was eigenlijk de enige uitgeleider. Het einde. Ja? Echt in de war. Meneer Buma. Toen u medewerker was van de Raad van State, toen u medewerker was van de CDA-fractie, was ik inderdaad gewoon. Wat is voor een beetje. Wacht even, een beetje sleu van deze start van u. Maar ga verder. Toen was ik als wethouder ik en als burgemeester lag. En als minister gewoon bezig met politie. Oh. Was ik bezig met de veiligheid. Meneer Buma. Wat zegt u nou? Kijk, zo lief. Ja. Dat loopt met CDA'ers nooit goed af als ze dat zeggen, hoor. Dat loopt nooit gewoon goed af. Ja. Wat gebeurt hier? Ja, ik weet het. Het is geen humor. Het werkt niet. Hè, maar het gekke was, ik zat in de, achterin, dus in de kamer met alle spindoktoren, et cetera. Bij het CDA waren ze lyrisch over het optreden van Buma. Ja. Ook in de tweede badjes. Maar dit was de allerlaatste halve minuut van Buma's optreden. Ja. Ik denk dat hij zoiets was van, ik heb de eindstreep gehaald... en toen ineens ontvloepte dit. Ja. Nee, maar het was natuurlijk, Pechtold zet zich neer van... ik ben heel ervaren, toen ik al wethouder was en minister... toen was jij nog medewerkertje. Mm-hmm. Nou, dat laat je gewoon aanleunen, want dat is al jaren terug. Maar op een of andere manier trekt hij het op dat moment niet. Nou, het gekke was, gisteravond zaten ze hier ook tegenover elkaar. Was ontzettend vriendelijk. Ja, en normaal kunnen ze... En voelde heel oprecht ook. Ja. En dit voelde ook weer persoonlijk. Ja, hier ging iets hier. Ik weet niet wat er in het hoofd van Sybrand Buma is gebeurd, maar er ging iets mis. Gelukkig komen al die hoofden straks aan tafel en kunnen we aan ze vragen wat ze eigenlijk aan het doen waren. Ja. Toch? Als we nog heel even terugkijken naar alles wat we nu hebben meegemaakt, kunnen we dan zeggen dat als er al een gamechanger is, dat hij uit Turkije is gekomen? Jazeker. Ja. Dat is het moment. Dat kunnen we wel eens zijn. Ja, daar is dit weekend echt wat gebeurd. In zo'n laatste debat gebeurt het meestal ook niet. Hè. Zeker als niemand een echte uitglijder maakt. Iedereen heeft gewoon op het... ik zei het al eerder, iedereen heeft gewoon maximaal gepresteerd. Eigen achterban aangesproken. En nu is het wachten op morgen. Meestal is het zo dat zo'n debat, dat werkt door in al die dagen daarna. Want er blijft er over bepaalde momenten, blijft er maar gepraat worden. En die blijven maar herhaald worden. Dat kan met dit debat niet. Nu worden er een paar momenten herhaald. Morgenochtend een paar. Maar dan gaan mensen al naar de stembus. We hebben wel tot 1 uur, hè? We hebben nog even. Ja. Alle tijd om het te halen. We gaan naar Jair. Want die heeft ook vandaag op deze laatste echte campagnedag nog meegereisd.